Evet şu an bir okuldayım. Chang Chang adlı bir köyde. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Evet çocuklar. Bana hoş geldin diye karşıladılar. Chang Chang adlı köyde burada. Guamete yakınlarında Chang Chang adlı bir köydeyim şu an. Okulun çocukları. Hola. Nombre. Tu nombre. Nombre. Mónica. Saraí. Mónica, ¿qué más? Saraí, yo qué ya. Mónica, tienes cereal en tu cara. Tú haz eso, haz eso. Evet, şimdi okulları gezeceğim burada. Vamos a jugar. Hola. Jugar esa pelota. Jugar. Mee futbalı. Ja, futbal. Ik had één keer proberen een voetbal in Cusco. Ja. Kon ik niet, de hoogte. Drekkig goed. Ja, de eerste vijf minuten gaat het goed, maar ik zeg altijd, dit is de enige plek ter wereld waar ik wat er wint van Nederland, van België, van Duitsland. Ik wat er wint altijd. Señorita. Ja. Şimdi çocuklar beni futbola davet ettiler. En dan maken ze elke dag een soep of soms krijgen ze rijst met iets bij. En voor het jaar, voor de meeste kindjes, is dat de grootste maaltijd van de dag. Want thuis eten ze vaak aardappelen of bonen, maar weinig groentjes en zo. Dus nu krijgen ze, voordat ze terug naar de klas moeten, eten ze nog een pakje soep. Evet, buraya da öğrencilerin ailelerinden, öğrencilerin annelerinden her gün birisi gelip öğrencilere yemek yapıyorlarmış. Die spreken bijna geen Spaans, alleen Quechua, die zijn nog naar school geweest. En zij spreken Quechua als eerste taal en hebben Spaans bijgeleerd. En die kinderen krijgen vooral les in Spaans, dus die kinderen praten dan meer Spaans dan Quechua. Dus zij zullen met hun ouders altijd Quechua spreken, met hun mama over Quechua en zo. En met de kinderen Spaans en Quechua. Evet, evde aralarında Quechua dilini konuşuyorlarmış. Çocuklar tabi yeni nesil İspanyolca konuşuyorlarmış aralarında. Evet, fotoğrafını göstereceğim şimdi bayanlarım. Evet, burada bu gördüğünüz sınıfta da 3 sınıf birden ders işliyorlarmış. 3 yaş grubuna ayrılmışlar. Gördüğünüz her bir tahtada farklı sınıfların. Precisamente bu estoy impresionada. Sí, saben Colombia. Zelf gemaakt. Ja, die heeft die tekeningen zelf gemaakt. Ja. Jij is een unicornio. Zouden we voor de cijfer ofzo? Rocío, ¿tú tienes que dar un puntaje en eso o eso es de...? No, para proyectos es. Para proyectos, pero ¿tú tienes que dar una nota de eso? Evet, öğrencilerin yaptıkları resimler boyalamışlar. Bravo. Sen de bravo, toch? Of voor goed zo of. Ja, bravo. Bravo. Dat is bravo is kwaad. En bravo. Kom eens ja, felicitaciones, zeg maar. Felicitaciones, oké. Okay. Ja. Muy bien, Anetje, muy lindo. Conozcas para evet. Thank you.
Evet. Burada da bilgisayar dersi var. Öğrenciler şimdi bilgisayar dersini görecekler. Öğretmenleri.